Yo mensen, we zijn nu op weg naar het strand. Het is de volgende dag weer. En morgen gaan we helaas naar huis, maar we hebben morgen nog wel de hele dag. Dus dat is mooi, want we gaan in de avond pas weg. Dus we gaan lekker naar het strand. Back to the... Naar de frietent, soort van. Restaurant eigenlijk, waar je daar friet aan last kan. En we hebben heel veel nodig, want wij lusten altijd keiveel friet. Ha. Het is gewoon kapot druk bij het zwembad. Er staat nog gewoon een rij bij de glijbaan. Het is al 6:30 of zo. Wat de fuck. Friet hebben. Ja, we lopen nu weer terug naar de caravan. Dan kunnen wij weer alles in ons nek gaan stoppen in het huisje. Caravan. En dan zit ons buikje weer lekker vol. Zo, dit is ons vlees voor bij de friet. Wat is het, een worst of niet? Ja, nog meer. Oh, hier is het. Een goede worst, jongen. Oh. Ben je al ver? Of ben je net begonnen? Net begonnen. Leuk, wanneer? Pokémon, ja. Dat is leuk hè? Ik vind het ook altijd mooi, jongen. Nou jongens, ik heb mijn shirt eruit gedaan, want het is nog steeds 58.000 graden hier. Volgens mij was het 34 graden of zo, maar ik denk dat het nou nog steeds 32 graden is. Of 33? Ja, boeien, zoiets. Heel warm dus, maar we gaan nou eten. Dus ik kreeg het alleen maar warmer van en het is al zo warm, dus ik ga lekker eten. Ondertussen zijn we klaar met voeren, hè? Let op. We zijn gewoon allemaal video's. Ik en Timo zijn we terug aan het kijken van vorig jaar en 2 jaar geleden en zo. Kijk, dit is in de zomeravond. Dat is fucking grappig, jongen. Met vrienden en zo. Want binnenkort gaan we weer naar de zomeravonden. Met Tom weer en Rick en Jorik. En Leo volgens mij ook. En dat wordt gewoon helemaal goud. Mensen, we gaan naar het strand, denk ik. We gaan een rondje lopen in ieder geval. Je hebt sleutel, hè? Nee. Mooi. Ja. Maar stil. We gaan dus een rondje lopen en slaan. Sst, jongen, gek. Iedereen zit hier buiten, man. Moe. Heet. Die Duitsers zie je. Oké, we gaan dus naar het strand. En het is onze laatste avond. Dat wil ik allemaal zeggen. Hoi. En ik heb dus gewoon een pet opgedaan, want ik heb mijn haren niet gedaan, daar heb ik niet meer zoveel zin in. En we gaan nog een beetje lopen. Het is 9:30 en het is nog 30 graden, gevoelstemperatuur dan, het is eigenlijk 28. Zet je Pokémon geluid dan maar gek, of uit. Maar het is 28 graden, gevoelstemperatuur. Zo, die gaat wel heel over wat. Bijvoorbeeld montuur, nee die heeft hij niet. Waarom kan ik nooit eens een keer fatsoenlijk vloggen hier? Altijd dat ik kom ineens van de kleine kindjes, kan je het video verpesten met bellen en toeters en alles. Maar het voelt dus echt als 30 graden of zo, maar het is gewoon 28 omdat het gewoon zo vochtig is in de lucht en zo. Dus helemaal kut, of tenminste, het plakt zeg maar, je weet wel dat gevoel. En we gaan nou naar het strand. Dat is goed, ze is ons paar maar daar ook. En we zijn Pokémon aan het spelen. Ik ga weer oefenen.
vloggen is vroeger. Fucking lomp was dat. En daar gaan we nou weer oefenen. Dus voor een zomeravond. Dat is fucking grappig. Show te kijken bij het theater. Maar moet je even kijken, hè? Dit was zeg maar vandaag. Het is nou zo warm nog. En kijk, de luchtvochtigheid van 73%, dat is fucking veel, jongen. Dat is echt niet gezond. Even lekker bijbruinen. Ben je aan het manen? Hij is aan het manen. Ben je lekker bijbruinen? We zijn weer onderweg naar onze caravan. Het is 12:30 en wij gaan daar nu even douchen, want het is nog steeds gevoelstemperatuur van 28 graden of zo. En de luchtvochtigheid is 88%, dus dat is helemaal kut. Dan plakt alles en zo. En daarom gaan we even douchen, lekker fris. Dan zitten we lekker weg te zweten in bed. En... ja, morgen is onze laatste dag. We gaan, misschien heb ik het al verteld, maar we gaan in de avond pas weg na het avondeten. Dus we hebben gewoon nog lekker heel de dag. Dus we gaan nog naar de zee en nog naar het zwembad. Dus ik zie jullie gewoon lekker morgen. Voor jullie is het over een paar seconden. En voor mij is het tot morgen. Houdoe. Yo mensen, is het bij jullie ook zo warm aan die kant van het gras? Bij mij wel. En wij gaan nou lekker naar de zee. En Timo is er ook. En daarna gaan we nog als het goed is naar het zwembad, want daar wil ik eigenlijk ook nog wel even heen. En we gaan het allemaal zien, jongen! Nou mensen, het is hier dus nou iets van 37 graden of zo. En dat was in Nederland ook, en dan zie je allemaal van die aanstellerige Snapchat. Dat het allemaal veel te warm is en zo. Maar het valt allemaal wel mee hoor, ik heb het niet warm. Ja, het is wel warm, maar ik heb het niet heel warm of zo. Maar nu is het een gevoelstemperatuur van 39 graden of zo. En gisteren was het iets minder. Dus daar voel je dat verschil wel.
Nou jongens, we gaan nog even langs het zwembad zoals ik had gezegd, want dat moeten we ook even filmen. Filmen niet, dat vinden we gewoon leuk. Dus daar is het al. We zitten op het strand en het is nu 11:55. We zitten hier echt al een uur of zo. Maar wij zijn even een beetje wifi aan het vangen. Ja, ik heb dat niet echt per se nodig. Maar ik had mijn iPad even meegenomen, want ik dacht, ja, misschien kan ik wel een film downloaden. Maar dat was blijkbaar niet gelukt. De film was wel een beetje bezig, maar dat duurt echt 3 uur of zo. Dus ik denk, dat doe ik wel een mooie keer thuis kijken, die film. Dus, ja, we gaan zo weer even lekker naar huis toe, of naar de caravan dan. We gaan even pizza halen en even voeren dan hè, binnen, want het is buiten fucking heet, nog steeds. En daarna gaan we in de auto en dan gaan we naar huis. Nou jongens, we gaan nu naar het theater toe, want daar is onze moeder ook al een pizza aan het halen voor dadelijk. En ik krijg een ijsje, lekker jongen. Nou, je zag het, we hebben onze pizza. Mijn GoPro is nog maar 4%, dus ik moet een beetje doorpraten, anders haalt hij het niet. En ik leg hem gelijk dadelijk gelijk aan de laaier. En ja, mooi eten. Pizza is op en we zijn echt de laatste dingetjes aan het pakken. Timo's telefoon nog echt precies tot het randje, gewoon totdat we niet meer kunnen oplaaien. Wat we dan weggaan is hij aan het oplaaien, want hij ligt er gewoon nog steeds aan. En echt binnen 2 minuten zijn we weg. En ja, hier ligt allemaal nog spullen waar we mee moeten nemen. Hier zijn nog mijn spullen. En ja, dat was het. De rest zit er allemaal al in. Dus ik zou zeggen, we gaan naar de auto. Ja. Kussen nog, nog wat tassen. Oké. Bestemming invoeren. Al thuis. Gewoon 1 keer klikken. Thuis, als bestemming invoeren, bam. Goed te berekenen. En hoe lang is het? Gent doet de volgende route. 1268 kilometer. Oh. Kwart over 6 s'nachts zullen we aankomen. Zoals je kon zien, en we rijden nu richting huis en we moeten, ja, had ik ook al gezegd trouwens, heel lang rijden, want we gaan niet overnachten. En ja, we rijden gelukkig 's nachts, want het is nu nog 35 graden en 's nachts is dat niet zo heet, dus daar heb je ook geen brandende zon op je auto en dan is het gewoon veel chiller om te rijden. Meneer het tolpoortje. Beter dat ze gewoon allemaal een keer exploderen als niemand er is.
Oostenrijk. Ja, ja, misschien zag je het bordje net na die vrachtauto. Ik heb hem in slow motion even afgezet nog, of afgespeeld daar, een stukje. Dus waarschijnlijk heb je het wel gezien. Maar we zijn dus in Oostenrijk. Er zijn hier heel veel bergen, maar dat is altijd in Oostenrijk, hè. En ja, je mag hier maar 80 rijden of zo, what the fuck. Echt heel langzaam. We zijn in Duitsland ondertussen en we staan bij een of andere controle of zo. Niemand weet waarvoor dit is. Oké, jongens, we zijn bij het tankstation ergens in Duitsland. Zijn we al. En, gelijk de ramen wassen en zo. We gaan ook even pissen en de benen strekken zo. Dus ja, even wc zoeken dan maar. We zijn weer geweest. En hoppakee. Nou mensen, we staan dus nog bij het tankstation. En het tankstation waar wij nu zijn is echt heel skeer. We gingen net naar de wc, hè? En er zaten gewoon allemaal vliegen op de wc en alles. En fucking vuil. En daar moet je dan 70 cent voor betalen, hè? Dat ze dacht gewoon, en dan maken ze dat helemaal niet schoon. Er stond gewoon een vrouwke erbij, hè? Die bij de wachten bij de poortje ook, hè? Dat je niet allemaal eroverheen gaat zitten springen en zo. Ja, als die nou gewoon even goed de wc gaat schoonmaken in plaats van daar ze zitten bij het poortje. En ja, het is nou, we zijn dus onder München. En het is nou, kijk, 3 voor 12. En we moesten, hoeveel nog? 800 nog wat? Ja. 800 nog wat kilometer, 50 of zo, ik weet ook niet. Dus we gaan weer lekker in de auto. Hey jongens, voor de tankstation. Het is ondertussen al zo laat, 4:30. En ik had net even zo'n artikel gelezen. Wacht, ik had er een screenshot van gemaakt, want het is gewoon veel te grappig. Voor alle mensen die een iPhone hebben, is dit gewoon helemaal kut. Let maar op. Hier, we hebben slecht nieuws over nieuwe iPhones. De iPhone X is een stuk prijziger dan voorgangers. Daar is een goede reden voor. Het OLED-scherm van de nieuwe iPhone wordt geproduceerd door Samsung. Ja, dat lees je goed. De grootste concurrent van Apple produceert het scherm van de iPhone X. Ah, mooi. Dat vind ik toch mooi om te horen. Huh? Het is al licht. Ja, het is nu al 6:30. We moeten nog 284 kilometer rijden. Dat is 2,5 uur of zo. En dan zijn we eindelijk weer thuis na die lange rit. En dan hebben we de hele nacht doorgereden. We zijn weer thuis, ja ja. En ik ben maar een nieuwe update aan deze telefoon, want ja, daar was het allemaal nu veel slecht om dat te downloaden. En ja, ik hoop dat je de video's leuk vond. Dus doe even like, abonneer even. En dan zeggen we je gewoon later. Houdoe!